Dag Annelies, we gaan het vandaag hebben over vermogensdocumentatie. We koesteren allemaal familiefoto's, tastbare herinneringen van naasten. Maar vaak wordt de geschiedenis van het familiaal vermogen niet zo goed bijgehouden. En wanneer iemand dan overlijdt, is het soms moeilijk om de herkomst van dat vermogen te reconstrueren. En laat net dat eigenlijk hoe langer hoe belangrijker worden. Hè? Jij als expert estate planning kan daar heel wat over vertellen. Laat ons dus eens kijken vandaag waarom die vermogensdocumentatie zo belangrijk is. Ja, dag Björn. Dat is vooral belangrijk om twee grote redenen. De eerste reden heb je al goed aangehaald in je inleiding. Het is belangrijk om voor jezelf een goede documentatie bij te houden over hoe is mijn vermogen eigenlijk tot stand gekomen. Heb ik dat verdiend en gespaard? Of is dat eerder afkomstig uit schenking of erfenis? En heeft dat ook allemaal zijn fiscale regime ondergaan? Dat is een belangrijke zaak. Voor uzelf is dat misschien heel duidelijk, maar uw erfgenamen zullen dat ook moeten kunnen consulteren. Hè. Als de aangifte van een nalatenschap wordt opgesteld, moet het eenvoudig zijn om na te gaan welke goederen nu eigenlijk van die overleden persoon waren en welke goederen niet. Een tweede belangrijke reden om zo'n vermogensdocumentatie op te bouwen is eigenlijk dat iedere transactie die u gaat doen bij een notaris, bij een advocaat, die zal moeten onderzocht worden op de oorsprong van het vermogen dat voor die transactie wordt aangewend. U heeft misschien ook van de bank al een vraag in die zin gekregen van kan u de oorsprong van uw vermogen documenteren? Maar recent is de wetgeving zelfs nog strenger geworden en vraagt ze zelfs aan kunsthandelaars om na te gaan met welk vermogen kunstwerken worden aangekocht. Dus in brede zin wordt er hoe langer hoe meer gevraagd om aan te tonen hoe uw vermogen tot stand gekomen is en of dat ook zijn fiscaal regime ondergaan heeft. En dat is niet alleen in België zo, dat geldt zo in heel de Europese Unie, want al die regels die advocaten, notarissen, banken moeten naleven, die zijn gebaseerd op Europese richtlijnen. Dus die gelden in heel de Europese Unie. Jullie worden daar in jullie praktijk bijna dagelijks mee geconfronteerd hè, met vermogensdocumentatie. Heb je een paar voorbeelden van waarom het in een dagelijkse situatie dan aan belang heeft? Ja, in een situatie die spijtig genoeg soms tot de verbeelding spreekt, maar men hoort vaak van relatiebreuken of echtscheidingen waarin dat er zeer grote discussie ontstaat over hoe het vermogen nu eigenlijk verdeeld moet worden. Die discussies ontstaan vaak omdat het niet zo duidelijk is wie nu de eigenaar was van dat vermogen. Hebben de partners dat samen opgebouwd of heeft een van de partners dat uit een schenking of een erfenis gekregen? Als er goede documentatie voorhanden is, en dan denken we aan schenkingsaktes en testamenten, maar ook aan de rekeningdocumentatie, worden die zaken allemaal netjes van elkaar op rekening geplaatst en beheerd, kunnen een heel stuk van die discussie vermijden. En een ander voorbeeld is, en dat illustreert vooral dat tweede voorbeeld, hoe lang dat zo'n documentatie soms moet bijgehouden worden. We krijgen vaak de vraag van cliënten om vastgoed aan te kopen en hoe ze dat op een fiscaal vriendelijke manier kunnen doen. En een van de technieken die daarbij toegepast wordt, noemen we de gesplitste aankoop. Bij die techniek is het zo dat de ouders samen met de kinderen vastgoed aankopen. En als er aan bepaalde voorwaarden voldaan is, zal dat vastgoed niet aan successierechten onderworpen worden als de ouders overlijden. En een van de voorwaarden die dan voldaan moeten zijn, is dat de kinderen kunnen aantonen dat ze het vastgoed met eigen middelen betaald hebben. Die eigen middelen hebben de kinderen niet altijd, dus ze zullen vaak een schenking krijgen van de ouders. De ouders gaan een som geld aan de kinderen geven om dat aandeel in het vastgoed te betalen. Nu, als de ouders overlijden, en dat kan vele jaren na de aankoop van dat vastgoed zijn, zullen de kinderen aan de fiscus moeten aantonen dat ze dus effectief hun aandeel in het vastgoed met eigen middelen betaald hebben. En zullen ze nog altijd die schenkingsdocumenten moeten kunnen voorleggen aan de fiscus. Dus men spreekt daar soms over 10, 20, 30 jaar na de aankoop van het vastgoed, dat men toch die documenten nog moet kunnen voorleggen. Uit jouw voorbeelden wordt heel duidelijk dat we over een zeer breed gamma aan documenten spreken. Notariële aktes, schenkingsaktes, documenten van pensioenen, kunstwerken enzovoorts. Waar bewaar je die eigenlijk het beste? Ja, de grote klassieker is de ringmap met netjes gesorteerde papieren. Een zeer handig instrument nog altijd. Bent u bepaalde documenten kwijt via MyMinFin, MyPension, stelt de overheid ook al veel documenten digitaal ter beschikking van de burgers. Maar vergeet ook niet dat een deel van het vermogen zich misschien ook online bevindt. Online beleggersrekeningen, bitcoins, al die zaken zijn vaak beveiligd met paswoorden. Denk eraan dat ook die paswoorden door uw erfgenamen moeten gevonden worden. We zien dat de informatie eigenlijk heel erg verspreid zit. Op dat vlak hebben de Belgische notarissen een initiatief genomen dat ons moet helpen om het eigenlijk meer te groeperen, hè? Ja, ze hebben dit jaar een digitale kluis gelanceerd onder de naam Izimi. In die kluis zullen sowieso alle notariële actes bewaard worden voor u. Maar als burger heeft u daar ook toegang toe en kan u eigen documenten opladen in die digitale kluis. En daarbij kan u zelfs aanduiden welke andere personen ook toegang mogen hebben tot de informatie en de documenten in die digitale kluis. Tot slot, Annelies, wat is het advies aan onze kijker nu? Ja, goed gedocumenteerd vermogen is goud waard, hè. Hoe langer, hoe meer is het belangrijk om een goede oorsprong van uw vermogen te kunnen documenteren. Fiscale behandeling, of dat die correct verlopen is. Maar u maakt het uw erfgenamen ook een heel stuk gemakkelijker als zij eenvoudig al de informatie over uw vermogen kunnen terugvinden. Dankjewel, Annelies. Lijken me heel nuttige tips te zijn. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Björn.